En dat is wel grappig, want eigenlijk zijn we met z'n vieren eigenlijk heel, heel anders qua persoonlijkheid. Yeah. Maar ja, weet je, in de oefenruimte kwamen we toch eigenlijk tot één ding en bleken we heel goed bij elkaar te passen. Eigenlijk hebben we, doordat we allemaal zo verschillend zijn, ook een hele verschillende visie op muziek maken. Maar gunnen elkaar wel ruimte om dat te uiten, denk ik, weet je. En ja, juist dat maakt dat wij heel goed kunnen samenwerken, juist door de verschillen die we hebben. Iedereen componeert op een verschillende manier. Iedereen ziet dingen op een andere manier. En daarmee maakt ze met compromissen naar elkaar toe. En dat vormt dan uiteindelijk bijvoorbeeld dat songs. Het feit dat het een groepsproces is, dat versterkt ook eigenlijk hoe wij de muziek maken, zeg maar. Het is niet één iemand die elke keer met ideeën komt, maar het is eigenlijk een groepsproces. We gaan gewoon beginnen met spelen en er komt iets uit. Het concept van de Grote Prijs van Nederland vinden wij heel goed. We zijn te gek ontvangen door de hele organisatie en de andere bands zijn ook heel tof. Ik denk dat iedereen er heel veel van leert en dat het een ideale opstapplaats is om verder te gaan met een professionele mindset. Want je moet gewoon je shit voor elkaar hebben.